yoga teacher dag 3. Jee, we zijn net klaar met de ochtendsessie en we hebben ook weer lekker gegeten. Ik ga nu even terug naar mijn oude guesthouse, want ik ga even een vlog voor jullie klaarzetten. En dan beginnen we vandaag weer om 12:30. Check dit. All the coconuts. En daaronder loopt gewoon een pad, dus je moet nog oppassen dat je niet geraakt wordt. Oh, trouwens, ik heb gevraagd wat die man verkoopt. Die dus de hele tijd loopt te gillen in de ochtend. Maar hij verkoopt dus vis. Kijk, oma is de pomelo voor me aan het schillen. Ik heb nog 10 minuutjes om te eten voordat we vanmiddag verder gaan. Dus, can I show you? Dit is een vet leuke schattige vrouw. Die denkt een vriendin of zo. We gaan zo beginnen, maar ik ben nog eerst mijn pomelo aan het opeten. Het is ja, een stuk minder bitter dan een grapefruit. En een stuk groter. En ik hou echt van die draadjes. En als je zeg maar erin bijt, dan barst het helemaal open. I'm doing it wrong. You're stretching your leg. No, I'm not balancing my shoulders. I feel it wrong. Verdorie, ik ben eventjes te moe. Ik heb het al echt 3 of 4 keer gedaan. By myself. Maar ja, het lukt me nu gewoon even niet. Dus ik ga het je morgen proberen te laten zien. Check slangenmens Luna. Lotus en vissen. Awesome. Goals. Ik kan ook wel de lotus, maar het voelt absoluut niet comfortabel. En de les van vandaag is, there is no pain. Het is allemaal mentaal en je moet ademen. Je moet je focussen op je ademhaling en dan voel je geen pijn meer. You're tired and want to rest? You can go to one room there in Chandi Yoga and you can sleep there. Nobody come and say, why are you sleeping in my room? And have rooms here. Everything's up. Right. Night when I look, Aji and Eva hugging and sleeping in the bathroom. Rolling ball. 1 to 7. Stretch one leg. Whee! Yeah, upper leg stretch it out. Can I go other side? One leg stretch it out. Because one day, like I have to come to hold like this. Saji is even aan het ontspannen. I say you're relaxing. Wow. We hebben weer super lekker eten. Dit is rijst met groenten. Dit is al een soort van daal. Pannenkoekjes. Ik weet even niet welke dit zijn hoor. Want je hebt chapati, roti, naan. Een van die pannenkoekjes. Boontjes. Toetje. Oh, zalig. Na zo'n keiharde workout. Winning in life. Ik ben weer terug op mijn oude kamer. Ik zit nu te twijfelen. Het is bijna 8:15. En Nadia die gaat morgen weg. En ik weet dat het vet gezellig is daar bij Montsoor. Dus ik zit te twijfelen om toch even daar naartoe te gaan. Wat ik eigenlijk liever ook niet laat op straat wil. En morgen ben ik eigenlijk vrij van yoga. Maar ik ga sowieso even naar de... Ja, ik denk dat ik toch maar gewoon wel weer om 6:00 kom opdagen. Vandaag was zo vet. Het is zo vet. En ik word er zo blij van. En ik begin dan zeg maar moe aan de dag. En val ik half in slaap. En aan het einde van de les ben ik altijd helemaal hyper. En kan ik zoveel meer dingen. Terwijl ik het nu pas 3 dagen doe. Hè? Het is echt... Of, nee, ik doe het al 2 jaar. Ik deed het, zeg maar, vorig jaar deed ik het wekelijks. En ik heb dit jaar natuurlijk ook in elk land gedaan. Maar ik heb het, zeg maar, voordat ik hiermee begon, had ik het 4-5 maanden niet gedaan. Dus ik was super stijf en ik dacht, oh, dit gaat echt helemaal niks worden. Maar 3 dagen later doe ik een headstand by myself. Ik ben zeg maar aan het voorbereiden voor de Scorpio. Ik doe postures of zeg maar houdingen die ik echt nooit kon. Het is amazing als je het gewoon 2 keer per dag doet en ook nog zo'n inspirerende leraar hebt. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Je ziet het zo. Smurfenmasker! Zoals je ziet ben ik toch gewoon thuis gebleven. Ik heb Stefan ook al 2 dagen niet gesproken omdat er slechte wifi was. En ik wil morgenochtend gewoon weer yoga doen. Dus niet te laat gaan slapen. Check deze food court. Dit is gewoon een disco food court. Dit is echt gigantisch. Heel cool. Wow, kijk nou hoe gaaf. Dit is echt heel cool.